Goedenavond en welkom terug bij de LHV Voetbaltafel. Ja, het is helaas alweer lang geleden dat wij aan deze tafel hebben mogen zitten. Ik meen februari 2020. Maar dit jaar is de bedoeling dat wij weer in samenwerking met Sleutelstad, waarin we al eerdere uitzendingen op de radio deden, nu ook de tv gaan verzorgen. De frequenties daarin zijn nog niet helemaal duidelijk, maar u zult begrijpen wat de reden is. Vandaag hebben wij niemand minder dan twee hele mooie gasten in onze uitzending. Bekende ook van Leiden amateurvoetbal. Scheidsrechter Allard Lindhout uit Voorhout, bekend van Warmunda uiteraard. En niemand minder dan onze Leidse Fons. Tegenover mij onze grote sportliefhebber, voetbalfanaat en vriend mag ik zeggen, Henny Cambier. Henny, wat een warme woorden. Ja, die heb je verdiend, hè. Even, we leven in een hele bijzondere situatie, wereldwijd gezien. Dat heeft ook zijn impact op het voetbal en misschien ook wel op Leiden amateurvoetbal. Kan jij daar nog even iets over vertellen? Dan moeten we kijken. Ja, zeker. Nou, je had al aan. Maart 2020 begon de ellende zo ongeveer. Mondiaal gezien was dat eigenlijk al her en der in gang gezet. En vanaf dat moment is het amateurvoetbal natuurlijk ook in de knel geraakt en alle andere takken van sport vanzelfsprekend. En we hebben dan uiteindelijk het seizoen toch nog kunnen afmaken met zoveel mogelijk nieuws te brengen. In de hoop dat er vanaf de zomer verbeteringen zouden kunnen optreden. Nou, dat is deels gebeurd. Zijn we toch weer begonnen in augustus. Geleidelijk aan werd duidelijk dat er steeds minder mocht, geen publiek mocht er komen. En oprechtelijk voelde je hem al aankomen. En in oktober, medio oktober was het, 13 oktober meen ik, ging er een streep doorheen. En afzien duidelijk voor elke sportliefhebber natuurlijk. Ja, nou was daar niet zoveel aan te merken op de site te zien en op Twitter en op Facebook. Nee, we hebben heel bewust gekozen om vanaf half oktober wel in de lucht te blijven. Omdat wij van mening zijn dat de clubs, alle volgers, sponsoren, businessclubpartners, et cetera, recht hebben om een nieuws te krijgen. En we hebben vanaf dat moment de schouders eronder gezet. Is pittig, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Er valt veel minder te melden. Maar tot nu toe, bijna medio maart, zit de gang er nog steeds in. En we gaan zeker dit seizoen afmaken. En of er dan nog in de laatste 1 of 2 maanden gespeeld gaat worden om een regionale cup of bijvoorbeeld de Sportief LAV Cup, dat weten we nu nog niet. De persconferentie van afgelopen maandag gaf aan dat er weer getraind mag worden door spelers van boven de 26 jaar. Maar dan wel in viertallen, dus het blijft heel erg beperkt. En dan is weer de vraag, hoeveel weken gaat daar weer overheen? Dus voordat een hele selectie voltallig kan trainen, ben je misschien al eind maart, begin april. Dan wordt het toch wel heel erg lastig om inderdaad nog oefenpotjes te spelen. Maar goed, we blijven hoop houden, want zonder hoop is alles verloren. En daarnaast willen we zo graag uiteraard. Ja. Maar goed, als die Regio Cup gaat starten en als de clubs daaraan mee gaan doen, of de Sport of Company Cup, die nog steeds in de koelkast staat, om het nog even zo te zeggen, hebben wij toch genoeg te doen nog in die zin? Ja, zeker. En los, stel dat beide versies die je nu net aanhaalt niet kunnen worden doorgespeeld omdat het simpelweg niet haalbaar is tijdstechnisch, dan zullen we ook zeker tot minimaal half juni in de lucht blijven. Kijk, er valt altijd wat te melden. En clubs begrijpen dat ook meer en meer. Die bieden ons ook veel zaken aan. We gaan de diepte in met interviews. Dus er valt zat te doen. Maar natuurlijk het leukste blijft op het moment dat er gevoetbald wordt, want dat is toch onze core business. Ja. De bal rolt helaas dus nog niet. Niet in die zin dat wij er heel actief in kunnen zijn, maar wij hebben hele goede 1-2'tjes met de clubs. Dat houdt ook in dat we ook de clubs vragen, lever wat aan, wij kunnen het plaatsen. Denk mee ook in die zin. Nou, dat klopt, maar er zijn tal van clubs die dat al deden en dat ook blijven doen, dus dat is perfect. Bij andere clubs speelt er misschien heel erg weinig of het is toch heel lastig om ons op de een of andere manier te contacten, want het gaat er al vaak om vrijwilligerswerk. Maar goed, de gang zit er daar op zich goed in. We zijn nu uiteraard ook al aan het kijken naar het nieuwe seizoen. Nou, hoopgevend is dat er nu al 12 clubs hebben aangegeven op zeker door te gaan met Leiden amateurvoetbal. Dat hebben we nodig, dat is onze basis van het bestaan. En de komende weken gaan we zien welke clubs daar gaan bijkomen. Alle mailingen zijn uit. De contacten worden gelegd. Dus in die zin goede hoop dat we straks weer volle bak kunnen gaan draaien. Oké, goed. Dat zijn in ieder geval redelijk positieve berichten. En niemand verwacht denk ik ook anders van ons, hè, van Leiden amateurvoetbal. We staan positief in het leven met de hele crew. Dus laten we dat vooral blijven doen, want het is allemaal zo moeizaam. Oké, goed zo. We zitten hier voor de voetbaltafel en zoals ik al zei hebben we daar twee gasten dus voor vanavond. Fons Groenendijk, wel bekend te trainen hier uit het Leidse.
Maar ook Allard Lindhout. En met Allard Lindhout willen we gaan beginnen. Want Allard, ja, die heeft toch de afgelopen jaar volgens mij een fantastische ontwikkeling doorgemaakt. Allard Lindhout, goedenavond. Goedenavond, mannen. Hartstikke goed dat jij weer bereid bent om tijd voor ons te nemen zoals wij gewend zijn van jou. Nooit aflatend wat dat betreft. Allard, we gaan even terug naar afgelopen weekend. Afgelopen zondag vloog jij in het zuiden in Sittard Fortuna tegen PSV. Ja, ik heb de krant erop nageslagen, maar je bent nergens genoemd. Ja, als scheidsrechter, maar nergens een negatieve kreet. Nou, dat is altijd lekker, weet je. Mijn motto is dus altijd, een goede scheids moet gewoon zorgen. In ieder geval naar streven dat het niet over hem gaat. Want het, ja, je bent onderwerp van het spelletje, maar niet, een van de hoofdpersonen. Dus als het niet over mij gaat, is het altijd lekker. Ja, ik heb de wedstrijd deels gezien. Maar er is één beslissing geweest die werd aangevochten door de VAR. Zoals er in wedstrijden meestal wel meer momenten zijn. Uiteindelijk wel buiten het strafschopgebied net niet. Ja, dat zijn altijd lastige gevallen. Zie ik je daar dan erg mee? Of zeg je van nou, als dit het grootste probleem van de wedstrijd was, dan valt het allemaal wel mee? Nou, niet zozeer dat het het grootste probleem van de wedstrijd is. Maar nee, hier is de VAR voor bedoeld. Met het menselijk oog verschrikkelijk lastig waar te nemen. Het contactmoment precies er binnen of er buiten op het moment dat, dat de speler in, op snelheid is. En nee hoor, de juiste beslissing komt uiteindelijk bovendrijven. En daar gaat het om. Dus nee hoor, dat voelt prima. Oké, daar komen we misschien nog heel even op terug hoor, straks op die VAR. Maar eerst even voor jou persoonlijk. Want jij hebt echt een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt het afgelopen jaar, denk ik. Nou ja, het gaat lekker. In die zin moet je nooit te hard gaan roepen dat het allemaal Hosanna gaat. Want nou ja, een cliché is waar, je bent maar zo goed als je laatste wedstrijd. Maar ja, dat ik aardige wedstrijden krijg dit seizoen, dat voelt goed. En dat spreekt vertrouwen uit. En dan moet je het wel iedere keer laten zien dat je het vertrouwen waard bent. En ook niet vergeten om heel kritisch naar jezelf te kijken. Want ondanks dat de kranten er bijvoorbeeld gisteren niet over, of afgelopen weekend niet over gesproken hebben, ben ik wel kritisch naar mezelf toe. Dan denk ik, nou, uit de wedstrijd Fortuna PSV zitten wel een paar zaken die gewoon beter moeten. En dan kun je ontwikkelen. Begint dat proces dan op het moment dat je in de auto zit op de terugweg? Of laat je dat wat langer rusten? Hoe werkt dat bij jou? Nou, zeker als je een lange autorit hebt van meer dan 2 uur, dan gaat het al aardig malen. En dan ja, film je wat fragmenten in je hoofd terug. Maar vaak komt de echte analyse pas een dag later. Als je er ook eventjes over geslapen hebt, dan nou ja, heb je wat verwerkingstijd achter de rug. En dan is het de tijd om analytisch te gaan kijken. En is er dan ook nog een terugkoppeling vanuit Zeist richting jou? Ja. Ja, ik heb een eigen coach. Die kijkt ook gewoon de wedstrijden mee. Ja, ik ben vaak wel iemand die heel zelfkritisch naar zichzelf kijkt. Dus op de vraag van, nou Allard, wat voel je er zelf van? Nou, dan kom ik vaak al met 3-4 punten die al beter moeten. En dat wordt of beaamd of aangevuld met argumenten waarom. Nou, gelukkig zit er ook wel eens een complimentje bij. Regelmatig zelfs. Nou, soms wel. Wij mogen dat zeggen. Hey, Allard, nog heel even terug. Ik heb het ja, over dat mooie jaar wat je eigenlijk aan het maken bent in deze hele gekke en hele zware tijden. Europees gezien heb je ook stappen gemaakt. En heb je zelfs mogen ruiken aan de Champions League. Ja, klopt. Ik heb mijn debuut in de voorronde van de Champions League mogen maken. Best wel een mooi affiche met Celtic tegen Ferencvaros. Toch twee ploegen die nou, een behoorlijke lijst aan prijzen, in ieder geval historie, op hun naam hebben staan. Zeker. Ja, en die wedstrijd ging gewoon heel lekker. En natuurlijk is die veel gaver op een vol Celtic Park met nou ja, 70 plus duizend toeschouwers. Maar ja, je bent er wel om die wedstrijd te leiden en goed te doen. En nou ja, zo'n eerste Champions League wedstrijd, daar staat ook best wel wat spanning op. Dan gaat je hartslag wel eventjes nou ja, wat hoger dan normaal. Dan hadden we een keer extra plassen, zeg maar. Maar ja, dan moet je hetzelfde doen als je daarvoor al die wedstrijden gedaan hebt. Want je krijgt zo'n wedstrijd op basis van wat je daarvoor hebt laten zien. Alleen het podium is anders en de taal is anders uiteraard. Normaal in Nederland fluit je spelers 1 keer in de 5 weken een team.
Dus ken je elkaar ook wel. Nou ja, hier heb je te maken met, je moet je huiswerk dubbel zo goed doen om je goed voor te bereiden met welke spelers je te maken hebt, wie de leiders zijn voor beide teams en de Hongaarse namen en de Schotse namen een beetje uit je hoofd leren. Ja? Alert over die talen gesproken, want hoe doe je dat? Want ja, tegenwoordig staan er tig nationaliteiten op het veld. Gaat dan alles in het Engels of... Ja, die voertaal is Engels en dat zijn ook geen hele lange conversaties, want dat is op het veld gewoon helemaal geen tijd voor. Tenzij je een blessurebehandeling hebt en even een ontspannen praatje hebt, vind ik altijd leuk. Maar dat is altijd Engels inderdaad, ja. En hoe gaat dat dan als er een Nederlander meespeelt? Zou je daar dan Nederlands tegen praten? Ja hoor, dat kan. Dat vinden andere spelers niet... Dat ligt dan niet gevoelig als je het in de eigen taal begint? Ja, weet je, als je een Nederlander op vakantie in Spanje tegenkomt, dan ben je ook gewoon in je eigen taal aan het communiceren, lijkt mij. Dus ja, als een ander daar problemen mee heeft, dan is dat zijn probleem. En dan mag er ook best een dolletje zijn onder. Tuurlijk. Ja. Oké. Okay. Ja, zeker. Je gaf al aan, dit seizoen heel veel wedstrijden. Je hebt onlangs de halve finale van de KNVB-beker geleid tussen Vitesse en VVV. Volgens mij vierde man laatst bij PSV Ajax. Het gaat maar door, want ik heb jou afgelopen zondag heel even kort gesproken met betrekking tot dit programma. Toen gaf je aan, nou, komend weekend waarschijnlijk niet. En dan lees ik vandaag dat je weer nu weer richting het hoge noorden gaat, Groningen-Emmen. Ja. Het gaat maar door. Ja, het worden weer volle dagen. Aan de zaterdag inderdaad een derby van het, niet de derby van het noorden, maar wel het noordelijke derby. Groningen-Emmen. Nou, er zit ook weer behoorlijk veel belang in ieder geval op het spel voor beide teams. En ook nog even een VAR-beurt zondag bij Utrecht-Vitesse. Ook geen onbelangrijk potje. Oh, die pak je er nog achteraan? Nee, is lekker vol. Die pak je er ook nog even achteraan? Ja, het gebeurt regelmatig in een weekend dat je een dubbel programma hebt. Dat is maar net hoe de agenda ook van collega's lopen en hoe de prestaties zijn geweest, de wedstrijden daar voorafgaand. Ja. Ja, je kaart hem dan al even aan, de VAR. Hoe is dat om zelf de VAR te zijn eigenlijk? In het begin was dat. We zijn inmiddels al 3 jaar online bezig. Maar ik had mijn eerste offline wedstrijd, dus zeg maar trainingswedstrijdje, al in 2011. Zo. Dus kun je nagaan, het is al 10 jaar geleden. Dus je rolt daarin. Maar het is een hele andere soort spanning. Je hebt sowieso natuurlijk in volle stadions krijg je niet mee. Er is geen televisiegeluid van een commentator op wat dan ook, wat jou doet beïnvloeden. Ook geluid uit het stadion zelf krijg je niet mee. Je bent echt sec aan het beoordelen wat de scheidsrechter op het veld beslist. Of dat allemaal goed gaat. En als er een 100% foutieve beslissing wordt genomen, ja, dan moet je klaar zitten om het podium te pakken wat je op dat moment moet doen. Dus het is heel geconcentreerd kijken. Ik ben ook na een wedstrijd VAR, dan... Ik denk mentaal best wel eventjes dat ik even moet bijkomen, zeg maar, van de inspanning. Word je ook wel eens doodziek van spelers die heel vaak betrokken zijn bij een mogelijke svalbe? Want er zijn erbij die spelen er haast op, dat je denkt van, oh, dat brengt mij eigenlijk alleen maar weer extra druk op, weer zo'n VAR-moment. Nee, het is geen druk op het op svalbes of juist overtredingen die je ziet aankomen. Je moet gewoon heel eigenlijk emotie... niet emotieloos, want je moet wel begrijpen van hoe een bepaalde aanvalsopzet wordt geïnitieerd. Maar uiteindelijk moet je gewoon kijken, is er mogelijkheid om de scheidsrechter te steunen in zijn beslissing? En zo niet, ja, dan moet je in actie komen. Je moet eigenlijk heel simpel houden. Maar het is bijna een hele andere tak van sport, begrijp ik, in die zin. Ook voor jou, fysiek of geestelijk misschien? Nou ja, de sport blijft hetzelfde. Het gaat natuurlijk om het voetbalspelletje. Alleen de inspanning voor mij als VAR is anders. Ja, zeker. Ja. Nog even naar, zonder namen te noemen, want dat is not done. Maar welk type spelers heb jij moeite mee in het veld? Nou, weet je, ik kom uit het onderwijs en daarin leer je al op heel jonge leeftijd om met diverse karakters en karakterverschillen om te gaan. En juist dat vind ik het leukste aan het hele fluiten. Het managen en het
En het omgaan met jonge spelers, ervaren spelers, hoe ze mij proberen uit te proberen. Humor, want dat blijft natuurlijk het leukste. Dat je voelt, hey, nu probeert iemand mij onder druk te zetten. En dan probeer ik altijd met een opmerking dat te weerleggen. Dat is juist het hele leuke eraan. Dus daar heb ik totaal geen moeite mee. Maar je hebt dus een voordeel dat je eigenlijk uit het onderwijs komt, omdat je wat dat betreft alle kanten op kan. Ja, de scheidsrechters hebben vaak of een achtergrond in het onderwijs of politie of iets juridisch. Of in ieder geval wel met beoordelen en met mensen omgaan. En gezag. En dat zijn wel twee kernkwaliteiten die je moet bezitten. En een stukje gezag hebben. Ja, uiteraard. Ja, ja. Daar begint het mee. Ja. Ja. We moeten een beetje gaan afronden hoor. Maar wat zijn nou nog jouw of een van jouw grootste wensen voor het aankomende half jaar? Zeg maar. Ja, we gaan straks de zomerstop in, EK. Ja, nou, weet je, in de verre toekomst is dat natuurlijk een droom. Ik bedoel, op zo'n eindtoernooi ooit een keer verschijnen. Alleen ik weet dat dat voor zo weinig is weggelegd en dat die route verschrikkelijk lang is. En weet je, daar moet ik nog helemaal, daar mag ik van dromen, maar daar moet ik op korte termijn nog helemaal niet aan denken. Nee, weet je, de doelen op korte termijn is gewoon die stabiliteit die ik nu inmiddels in de Eredivisie heb gewoon verder uitbouwen. En daar streven om aangesteld te worden voor de topwedstrijden. Dat is het doel. Maar je weet, Allard, de LNV Cupfinales zijn sowieso voor jou, hè? Ja, die staat op mijn palmarès. Dus ja, die moet worden aangevuld. Precies. Nou ja, of dat in juni kan, zullen we zien. Maar we leggen je bij deze alvast vast voor 2022. Want dat doe je altijd met heel veel plezier. En wij hebben geen zorg dat de leiding uitstekend in de handen wordt genomen door jou. Remco zei het al, we moeten helaas afscheid van je gaan nemen. Maar je moet ook op pad naar Groningen. Dus waarschijnlijk toch wel even onderweg. Overdreven gesteld een paar dagen. Maar in ieder geval, het is wel even een tochtie. Ja, maar met veel plezier. Ondernemen we wie. Oké. Allard, ik... Allard, staat, hè? Ja. Ik wil je bedanken voor je tijd, die je altijd maakt ook voor ons. En succes aankomend weekend met het dubbelopje. En we blijven je uiteraard met heel veel plezier volgen. Graag gedaan, mannen. Dank je wel. Fijne avond. Hoi, hoi. Hoi, hoi. De tweede gast van vanavond, niemand minder dan Fons Groenendijk. Wel bekend in het Leidse, maar inmiddels ook wel wereldwijd, mogen we wel zeggen. Fons, allereerst een hele goede avond. Fijn dat je tijd wil maken bij ons. Ja, goedenavond. En aan de LNV voetbaltafel. Hey, we hebben elkaar een tijdje geleden gesproken over jouw misschien toch een hele bijzondere en even erg korte avontuur in de Verenigde Arabische Emiraten, als ik het goed zo zeg. Het was een korte avontuur, dat klopt. En Dat had natuurlijk wel wat redenen. Het was sowieso natuurlijk de coronatijd daar was ook net zo heftig als hier. Alleen de regels waren daar misschien al veel strenger als in Nederland toen. En dat betekende onder andere elke 2-3 dagen testen. Maar heel vaak ook konden we niet trainen omdat er dan iemand in de club positief was getest. En dan kon gelijk de hele club weer in quarantaine. Dus ik heb van zeker in het begin heb ik best wel vaak in quarantaine gezeten. Zonder dat ik zelf positief was, gelukkig. Maar ja, dan nam de club geen enkel risico. Moet ik mij dan voorstellen, Fons, dat jij wanneer je dan in quarantaine zat, echt op werd gesloten op je kamer en niemand mocht zien en er geen contacten waren? Of? Ja, dat verschilde nog een beetje. Ik heb ook echt een keer 2 weken op een kamer gezeten. Met een groot horloge dat je niet, je kon je dan niet bewegen, want dan ging er een bepaald alarm af. Dus dat was heel vervelend. Dan zat je echt op je kamer en dan mocht je er echt niet vanaf. En dan kreeg je eten voor de deur en dan duren 2 weken wel lang, moet ik zeggen. Heb je wel eens eerlijk gezegd gedacht van, joh, wat doe ik hier in vredesnaam, ik moet zo snel mogelijk weer weg? Of was dat part of the deal? Nou ja, je gaat erin mee, omdat iedereen van de club waar je mee werkt, die moeten dat ondergaan. Dus daar hoor jij dan ook bij. Dus je hebt ook geen uitzonderingspositie als trainer of zo. Maar het maakte het wel het maakte het lastig. En we hadden natuurlijk een voorbereiding die constant werd onderbroken. En dan konden we ook geen wedstrijden spelen. Dus uiteindelijk hebben we 2 oefenwedstrijden gespeeld. En dan heb ik ook weer geleerd dat oefenwedstrijden niet bestaan. Want we hadden ook de internationals niet. Die waren op een trainingskamp met de nationale ploeg.
Maar oefenwedstrijden, ja, zoals wij ze in Nederland benaderen, in het begin zeker, als spelers een half jaar niet hebben gespeeld, want dat was daar ook een half jaar lang stopgezet, de competitie. Ja. Ja, dan wil je dat een beetje opbouwen, die conditie. En dus we lieten al die jongens ook, die we nog wel hadden, lieten we 45 minuten spelen. Ja, en dan verloren we dat wedstrijdje. Nou, daar hadden wij niet zo heel veel moeite mee. Wij hechten er weinig waarde aan, maar de Sjeik die was meteen wel een beetje ongerust. En dat merkte ik wel, want ik zat in een rol dat ik wel een beetje om me heen kon kijken. En ik merkte wel dat er meteen een beetje onrust was. En ja, en de trainer waar ik mee daar naartoe was gegaan, Mark Botte, ja, die liet ook blijken dat hij het niet zo eens was met het coronabeleid en dat we niet konden trainen steeds. En dus er was een beetje oneenigheid en toen proefde ik al een beetje dat ja, dat gaat niet goed. Dus wij hadden nauwelijks nog een serieuze wedstrijd gespeeld. En toen kregen we al te horen dat de clubleiding besloot om een andere trainer neer te zetten die ze een jaar daarvoor al wilde halen. Dat was een Serviër. En die hebben ze toen gepolst. En die was op dat moment vrij en beschikbaar. En dat betekende voor ons al na exact 11 weken het einde van het avontuur. Kortstondig avontuur, ja. Ja, best wel gek, omdat je moet nog beginnen. Je hebt nog geen officiële wedstrijd gespeeld. En ja, dat is best wel raar. Alleen, ja, ik moet wel zeggen, ik heb daar rond willen kijken. Het was echt wel de moeite waard. Het is een... Ik moet zeggen dat het Abu Dhabi is echt een metropool. En dat moet je niet onderschatten. Dat is een hele grote, ja, welvarende stad met ja, ongelooflijk veel innovatie. En ja, dus het is echt heel modern allemaal. En de infrastructuur, het is allemaal top. De faciliteiten bij zo'n club, de velden, ja, het is echt markeert helemaal niks aan. Dus ik vond het wel heel leuk om daar rond te kijken. En ondanks dat het ook wel bloedheet was die eerste maanden. Normaal gaan ze dan een trainingskamp in Europa. Maar dat kon nou ook niet vanwege het reisverbod. Dus we hebben training gewoon daar gedaan. Terwijl het, dan was het 45 tot 50 graden overdag. En dan kon je nauwelijks buiten lopen. Maar dan ging de zon onder en dan werd er gewoon getraind. En ja, dan liep je het veld op en dan was je eigenlijk al zeiknat. Maar dat maakte het wel een bijzondere ervaring, moet ik zeggen. Geloof ik dus. Je kan niet zeggen dat die 11 weken uiteindelijk een hele nare ervaring alleen maar is geweest. Nee, helemaal niet. Heel veel indrukken juist opgedaan. Ja. Ja, precies. En ook wel weer voor mij een mooi moment om te kijken van joh, kan ik daar in de toekomst wellicht zelf nog een keer als hoofdtrainer naartoe? Ja. Ja, dan zou ik daar geen nee tegen zeggen, want het is absoluut wel de moeite waard. En ja, zeker wel een ervaring rijker. Zit die Servische trainer er nog wel, of je weet? Ja, want ik volg dat natuurlijk, ook met de staf waarmee ik gewerkt heb. Mark Botte en Michael Lindeman. Ja. Lindeman is de oud physical coach van Ajax, die vaak met Martin Jol meeging ook naar... hij ging mee naar HSV, maar ook naar Fulham. Heel, heel ervaren jongen. En we hadden ook nog een keeperstrainer, Dennis Gentenaar. Dat is ook een oud Ajaxiet die nu weer in Israël werkt. Maar daar hebben we nog van NEC volgens mij lange tijd. Ja, klopt. Ja. Ja, dat was de keeperstrainer. En dan zitten we nog in zo'n groepsapp en dan wordt dat wel gevolgd. En ja, wat opvalt is dat het een verloren seizoen is geworden. Dat ze nu op de gedeelde 8e plaats staan, terwijl ze mee moeten doen bij de bovenste 3. Allebei de bekercompetities liggen ze al uit. Het is een zeer teleurstellend seizoen. En ja, die ingreep die ze hebben gedaan in de voorbereiding heeft nauwelijks effect gehad. Nou, zeg maar, en geen, dan maakt het het wel jammer. Zeg maar geen zo te horen eigenlijk. Nee, helemaal geen. Dat klopt. Nee, ja. En dat maakt het wel een beetje wrang. Omdat ik had wel bepaalde ideeën ook bij die groep. Ik heb die groep een beetje natuurlijk gezien in het begin. Ik heb een beetje de tijd gehad om me heen te kijken. Ja, daar was heus wel iets mee te doen. Alleen daar moesten bepaalde dingen moesten net even anders. En bepaalde spelers misschien dat ze toch de boodschap kregen dan van oké, jouw tijd is voorbij. Er moet een beetje nieuw bloed in de ploeg. En dan had het best wel iets kunnen worden, maar ja, dat is helaas zullen we dat nooit weten. Nee. Heb je daar nou nog wel verder bepaalde contacten aan overgehouden binnen die club? Of misschien wel via andere clubs of via je zaakwaarnemer? Dat, nou ja, dat het best wel, ja.
Dat er nog eventueel een mogelijkheid bestaat om weer die kant op te gaan. Nou ja, je leert natuurlijk altijd wel mensen kennen daar. En dat is goed. Alleen het verwatert ook wel weer, moet ik zeggen. Het is niet zo dat ik dagelijks contact heb daar met mensen. Maar ja, als het nodig is, weet je ze wel te vinden natuurlijk. En ja, bijvoorbeeld met Marcel Keizer, die daar trainer is bij Al Jazeera. Die zit er al een tijdje volgens mij, of niet? Ja, en die doet het hartstikke goed. En ja, die wordt daar op handen gedragen. En die staat ook bovenaan nu. Maar ja, die werkt dan echt bij de nummer 1 op dit moment uit de competitie. En dus ja, dat is ook wel een jongen waar ik nog wat mee geappt heb. En dus dat is wel leuk dat je die gasten dan ook... je weet dan toch waar ze terecht zijn gekomen en ja, wat ze doen. En daar volg je dat automatisch. Wie weet komt dat nog op je pad, wat dichter naar huis. Je bent dit seizoen genoemd in de staf van Feyenoord. Meer recent als hoofdcoach tot aan het einde van het seizoen van Zwolle. Beide niet doorgegaan. Kan je daar in het kort even vertellen hoe je in beide verhalen zat? Nou ja, Feyenoord... dat had natuurlijk alles te maken met het al dan niet hoofdtrainer worden daar van Dirk Kuyt. Waar ik nog natuurlijk heel veel contact mee heb, nog steeds. Die altijd heeft aangegeven dat hij als beginnend hoofdtrainer... dat hij wel heel graag zou willen dat ik met hem dan in de staf eventueel kom. Ook omdat hij mij natuurlijk ook heel goed kent en ook blindelings vertrouwt daarin. Dus ja, toen dat ging spelen, dat hele Feyenoord verhaal, toen is dat wel eens ter sprake gekomen, maar niet officieel of zo, dat hij al benoemd zou worden, want dat was nog maar de vraag. Ja. Ik heb wel met Frank Arnezen toen gesproken om die onder 21 te doen in die tussentijd. Toen wilde ik natuurlijk ook nog hoofdtrainer worden in het liefst van een eerste elftal. Die mogelijkheden zijn er ook wel geweest. Zeker in het begin toen ik net stopte bij ADO. Toen had ik toch ook wel even behoefte aan een kleine break. Omdat over 4 seizoenen genomen gaat je niet in je koude kleren zitten. Dus het is nooit slecht om even een breakje te nemen. Maar ja, dat ging al heel snel weer kriebelen natuurlijk. Dus dat Feyenoord verhaal, dat raakte natuurlijk van de baan. Toen bekend werd dat... dat Feyenoord een andere koers ging varen met de trainer van AZ, Arne Slot. En Dirk heeft inmiddels ook toch ook al bekendgemaakt dat hij Feyenoord ging verlaten. Dus dat is dan toekomstmuziek. En waar hij ooit nog eens terechtkomt, dat zullen we zien. En wie weet is dat in de toekomst nog wel een mogelijkheid. Al wil ik ook het liefst gewoon nog zelf hoofdtrainer zijn. En dat is mijn eerste prioriteit. Dus wat dat betreft staat dat voorlopig even op een laag pitje allemaal. Ja. Ja. Wat heel even kort, want we moeten gaan afronden gezien de tijd. Speelt er naast dat hele Zwolle verhaal, dat was een beetje onduidelijk. Je vond het volgens mij ook niet zo leuk dat al in de media kwam. Ja, klopt. Voordat je zelf eigenlijk nog wat had besproken of iets in die geest. Ja, waren we nog niet helemaal uit en toen lag het al een beetje op straat. En ook de rol van assistent, dat was een beetje vaag allemaal. En dus uiteindelijk besloten om het niet te doen. Nee. Is er nog iets concreets? Heb je nog een primeur voor ons nu, voordat we gaan afsluiten? Op dit moment geen primeur. Ik weet wel dat kan elke dag veranderen in dat wereldje waarin ik zit. Dus, ja. Maar zou verder ook wat zijn, VVV? dat is nog niet aan de orde, eerlijk gezegd. Maar mocht het zo zijn, dan zijn jullie natuurlijk weer de eerste die ik daarover invloed. Uiteraard. Dan houden we die vast. Wij weten één ding zeker, je komt weer aan de bak als hoofdcoach in Nederland. En lukt dat niet, dan weet ik zeker dat er ook in het buitenland wel weer plek voor jou is. Want uiteindelijk blijft staan dat je het bij ADO uitstekend gedaan hebt. En dat is niet de enige club waar je het prima voor elkaar had. Dank je wel. Oké. Fons, bedankt voor je tijd en we blijven je uiteraard. Fijne avond jullie. Dankjewel. En alle goeds, man. Oké. Hoi Fons. Hoi. Ik wil u bedanken voor het kijken naar onze eerste nieuwe aflevering van de LFV Voetbaltafel in samenwerking met Sleutelstad. Wanneer zijn wij er weer? Ja, dat is nog niet helemaal bekend, maar dat zal niet geheel lang gaan duren. En zoals ik ook al zei, willen we ook weer wat gaan doen op de radio in samenwerking met Sleutelstad. Alles daarin is te zien en te volgen op de website van Leiden Amateurvoetbal en via Sleutelstad uiteraard zelf. En ik al weer bedankt voor vanavond. Remco, bedankt. En op naar meer. Zeker. Dankjewel.